Wekelijks en tegenwoordig ook dagelijks krijgen we tientallen vragen van mensen die tegen problemen aanlopen met de console. Ja, dan ben ik weer, Dr. Console, hier om jou te helpen. En vandaag hebben we een vraag van Jeroen. En die zegt van, ja, welke accessoires heb ik nou echt nodig voor mijn PlayStation 5? Bijvoorbeeld die media remote, moet ik die hebben? Kijk, Jeroen, van die specifieke vragen hou ik van. Nou, die media remote voor de PlayStation 5 is natuurlijk heel erg mooi. Mooie wit-afstandsbediening. Maar heb jij een best wel nieuwe televisie waar je PlayStation 5 op aan gaat sluiten, dan heeft die waarschijnlijk wel een HDMI CEC poort, oftewel een Consumer Electronics Control HDMI poort. Ik weet niet precies hoe je dat noemt. Anyway, wat je kan doen is dus met de afstandsbediening die bij je tv zit, zou je al je PlayStation 5 en ook natuurlijk je Xbox Series X kunnen besturen. Nu hebben veel mensen, veel gamers, als ik dat zo zie in de reacties, een LG OLED, een C9, een CX of misschien wel die nieuwe. Dan moet je juist iets uitzetten voordat dit gaat werken. En op je PlayStation moet je juist weer wat aanzetten. Nou, op je PlayStation 5, en het werkt trouwens ook op de PlayStation 4, ga je naar de settings en dan naar systeem en dan naar HDMI en dan naar HDMI apparaatkoppeling en die zet je aan. Nou ja, als het goed is, zou het nu moeten werken, behalve heb je een LG OLED televisie. Wat je dan moet gaan doen, dan moet je even naar het menu gaan van je LG OLED televisie. Nou, wat je doet, je pakt je afstandsbediening, drukt op het tandwieltje zodat je in het menu komt. En dan ga je naar beneden naar de afdeling verbinding en dan helemaal naar beneden naar HDMI apparaatinstellingen. En dan zorg je dat automatische apparaatdetectie uitstaat. Wat je dan kan doen is even je console opnieuw opstarten. En wat je dan zal merken is dat je dus je PlayStation kan besturen met je afstandsbediening. Dat is super makkelijk als je bijvoorbeeld YouTube wil kijken, Netflix wil kijken of een andere streamingdienst. Hoef je dat niet te doen met je controller, maar kan je gewoon lekker met je Magic Remote of je andere remote door de functies van je PlayStation of Xbox heen gaan bladeren. Dus Jeroen, hopelijk heb ik je zo kunnen helpen met het antwoord op je vraag. Je hebt dus niet specifiek die witte PlayStation Remote nodig. Het werkt dus ook met je eigen afstandsbediening. En heb je nou ook een vraag voor Dr. Console, drop die hier gewoon onder in de reacties. En misschien kunnen wij jou wel volgende week helpen met het antwoord op jouw vraag. En ondertussen zou jij ons ook kunnen helpen door te abonneren op dit kanaal. En dan kunnen we meer van dit soort video's maken en meer mensen helpen. En ja, ik zie hem al staan. Wanneer komt die volgende lading van de PlayStation 5 nou? Nou ja, wij hebben daar een pagina voor in het leven geroepen. Dat is puur.nl/PS5. Daar staat onze volautomatische PS5 voorraadchecker. Die houdt voor jou alle grote webshops in de gaten. Mocht er ergens voorraad zijn, dan gaat die af. Dan hoor je hond komt en dan kan je meteen klikken en kopen.